Daar ben ik. Ik had zelf geen beeld. Hallo allemaal. Hi Monique. Els. En Goni. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Jullie kunnen wat last van mijn hond hebben dat je me af en toe hoort op de achtergrond. Maar ik ben de hele dag weg geweest. En vind het sneu om hem nu weer buiten te sluiten. Hij kijkt me nu echt aan van, hoe gek ben jij nou? Praat je jezelf? Maar, het gaat vast goed komen. Hè, Bowie? Ga mooi liggen. Ik wacht nog eventjes. Bij Sylvia, Lia, Jeannette. Leuk. Ik begin gewoon nog een avondje uit bij Marleen. Hoi Mirjam, Marga, Vera. Nou, fijn dat jullie er zijn. Zoals jullie de laatste paar keer wel gezien hebben op internet, zijn jullie... deze heb ik volgens mij nog niet laten zien. Deze die heb ik gisteren laten zien. Heerlijk kleurrijk, lekker zomers. Ondergaande zon, stel ik me zo voor. Ze is op Hawaii. Ach, bedenk er maar wat moois van. Dat is een art-journalpagina. Dan heb ik deze nog. Die heb ik gedaan met verf als achtergrond. Dat is de techniek die Janine gebruikte een paar keer terug. Met een nat snoetenpoetsertje. En dan met je verf gaan wrijven. Dan krijg je een heel leuk effect. Dus daar heb ik deze mee gemaakt. En dan heb ik voor jullie deze nog. En dit is een kaartje van 10 bij 10, dacht ik. Ik ga eens even kijken. Ik vergeet dat nogal. Ja, 10 bij 10. Dat zijn leuke handige kaartjes om op te sturen. De post wordt steeds duurder. Dus op zich is dit best een leuk idee. Keep it simple, but significant. Zo is maar net. Hoe ik deze gedaan heb, ga ik jullie laten zien. Alleen maak ik de... Ik heb een paar kaartjes op voorraad liggen die ik gesneden heb. De 10 bij 10 of de dit formaat. Dus we gaan gewoon aan de slag. En we zien wel wat schip staat vanavond. Fijn dat jullie erbij zijn. Het is lekker koel in huis weer. Lang leven mijn airco. Niet in mijn slaapkamer, jammer genoeg, maar... Het is niet anders. Die gaat aan de kant. En dan pakken we die. En dan gaan we daar dus even een kleurencombinatie bij zoeken. En dan ga ik voor de Peacock Feathers. En ik ga voor de Distress Oxide Sprays. De bedoeling was de Distress Oxide, gewoon het inkpad. Maar ik weet niet of jullie dat wel hebben, maar ik ben hem weer kwijt. En ik weet echt niet waar ik hem neer heb gelegd. Ik heb de sprays, ik heb de gewone Distress Inkt. Dus de oxide moet er ook zijn, maar... Waar? Ik ben ook een halve dag op zoek geweest naar mijn camera deze week. Ook niet gevonden. Maar niet wel. Ja, je had hem in de kast, in je boekenkast. Ja. Wie legt hem daar nou neer? Ja, jij. Ja, dat is ook zo. Maar goed, camera is er weer. Alleen met Distress nog niet. Maar die zal ook vast ergens liggen. Ik vind hem vanzelf weer terug. Ik begin met de Crackling Campfire. Nou, ik doe het gewoon net als met de Distress Inkt. Ik spray wat... Oh, ik heb natuurlijk... Een mooie blouse aan, tuurlijk. En daar spreek ik wat water op. Verdun het wat.
Dat klopt. Volgende week wordt het weer warm, dus nou lekker aan de knutsel van het weekend. Nou, en dat droog je op met je heat tool. En wat je dan ook kunt doen, is je spreidt het nog een beetje nat, zodat het gaat lopen. Je kunt het wat laten lopen. Zo. Tussen elke één beurt doordroog je. Als je dat niet doet, dan krijg je modder. En dat is niet zo leuk. Zo. Een beetje de dikke kladders weghalen. Ja, vast. Als ik klaar ben, dan vind ik hem. Maar hij is ook niet erg, maar ik weet gewoon dat hij er moet zijn. Maar tja. Ik haal hem er nog een keer doorheen. De distressing, daar krijg je gewoon mooiere resultaten mee als je hem even een paar keer door je ink haalt. Even zien. En mijn resterende inkt, die dip ik op met een jellyplate afdrukje. En zo krijg je de inkt. Dan krijg je nog mooie achtergrondjes ook. Deze heb ik de vorige keer gedaan. Groene achtergrond met bakstenen. En alle gedepte inkt wat hierop komt. En dan krijg je weer een prachtige achtergrond voor in een art journal. Of op een kaart. Nou. Deze ga ik weer drogen. Veel spray, veel föhn. Maar ik geloof niet dat hij zo heel veel lawaai maakt, dus daar ben je mijn keukenrol. Daar is mijn keukenrol. Anders duurt het wel heel lang. Het mooiste is natuurlijk dat je hem gewoon naar de lucht laat drogen, maar nou, daar heb ik zelfs normale geur niet voor, ook niet zonder light. Nu kun je dus hier al mooi, maar je ziet het zelfs hier al wel, maar al die lijntjes en die vind ik geweldig. En dan gaat het werken. Dus nu doen we de andere kleur weer op. Even goed schoonpoetsen. Zo, lekker knalblauw. Peacock feathers is dit. Spray je weer nat en je zoekt weer. Kijk. Nou ja, hier word ik blij van. Niet te lang doen, want anders dan kleurt die groen op. Dat is zonde. Een klein beetje mag wel, maar het moet niet doorlopen. Nou, hier word je wel blij van. Ik wel. Doe ik het nog een keer, dan krijg je weer iets heel anders. En daar nog een beetje. Nou, dat vind ik voldoende. Dan pak ik deze erbij. Zo gebruik je in ieder geval alle inkt. Zonder weg te gooien. Het is al duur genoeg. En zo wordt het gebruikt. Doe ik die. En dan spray ik daar nog een klein beetje weer op. Knal van papier. Ja, lekker hè. Ik hou ervan. Ik probeer wel eens rustig te werken, maar op een of andere manier
gaat dat in de regel niet zo heel goed. Nou, daar moet nog een beetje in. Ook de achterkant, vergeet ik wel. Zo. Nou, eigenlijk ben ik al heel tevreden met dit achtergrondje. Ik vind het eigenlijk jammer om daar nog weer... Ik zou hier nog weer met oranje overheen kunnen gaan, maar ik krijg een campfire. Maar ik vind de kleur blauw en de oranje zo wel mooi combineren. Dus voor nu laat ik het zo. Nou weet ik alleen niet of ik daar nou een... Even zien. Een vogel of een bloem op gaan doen. Kijk, hier had ik, die bloem bij op. En een vogel, dus dat kan ook nog. Vogel en bloem. Eens even zien. Ik denk op zich dat dit wel een leuke kaart is voor een... Nou, misschien wel een vogel en een bloem. Ga ik dat doen. Doen ze allebei. Die ga ik stempelen. En dan inkleuren. Dus ik leg die aan de kant. En dan heb ik hier, ik heb natuurlijk, deze vond ik wel heel leuk. Die laat ik aan jullie zien. Even zien. Ik doe het met Stazon. De stempels van Aunt Marleen, die willen daar wel goed mee. Dus even zien. Die gaat zo. En ik knip hem zo uit. Zo. En dan nog een bloem. Even zien. Ik heb twee bloemen klaargelegd. Ik denk... Ja, de bloem ga ik rechtstreeks op elkaar doen. Dat is een... ja, wat is voor bloem? Ik heb niet zoveel verstand van bloemen. Moet ze deze 14 dagen ook weer in leven houden? Mijn man is na 7 weken weer aan het werk gegaan. En die was van de bloemen buiten. Dus ik moet nu wel goed mijn best doen. 14 dagen lang. Want anders dan is het natuurlijk zonde van zijn werk. Maar ik ben niet degene thuis met de groene vingers. Wel oranje, zie je wel? Past veel beter. Nou, die stempel ik zo op. Kijk. Want daar zit verder toch niet veel om aan te kleuren. En dan gaan we deze inkleuren. En die zetten we, die knip ik uit en die zet ik erbij op. Die kleur ik gewoon in met Distress Inkt. Even zien, ik ga voor geel. Daar zijn deze dan weer leuk voor. Dat zijn de minis. En daar is deze plaat zo fijn voor. Je kunt gewoon, hups. Per vakje kun je gewoon een kleur doen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Doe die ook. Maar gewoon natuurlijk wel een beetje knalgekke kleuren voorop zetten. En die. Maar die is niet zo fel. Maar gaan we zien. Dan heb ik mijn waterpen. Ik heb er heel veel. En de enige waar ik echt mee kan worden is deze. Dus ik heb daar een beetje water in zitten. Ik heb mijn keukenrol. En ik begin gewoon met... Ik ben niet zo kundig in kleuren. Meestal droog ik het op als ik het heb gekleurd. Zien jullie het allemaal? Ja. En dan kijk ik waar er nog een beetje schaduw moet. Dat werkt voor mij het beste. Ik moet toch nog een keer in de leer gaan bij iemand. Maar voorlopig is dit voor mij de beste methode. Je bloem is niet scherp, of is dat de bedoeling? Nee hoor, die is op zich is die wel scherp. Het zijn alleen allemaal hele kleine
balletjes. En door de oranje en de donkerblauwe kleur valt het niet helemaal op, maar hij is wel scherp. Nou, ik moet zeggen, in de regel gebruik ik ook altijd een stempelhulp. Alleen, deze stempelen vrij goed af, dus daardoor durf ik het nog wel zonder te doen. Nou, als dit dan zo opdroogt, dan zou het in principe, kun je al donker en licht zien, dus zonder dat ik echt mijn best daarvoor doe, lukt dat al behoorlijk. Nou, ik vind net een kuiken, dus ik kleur hem lekker geel. Zo. Kleuren krijg je altijd alle vrouwen stil. Dan moeten we ons concentreren. Zo. Dat is de buik. Nou ga ik even de hanekam. Een paar vrolijke kuif. Even droog vuilen. Want anders, als ik haar hoofd wil doen en daar is het nog nat, dan trekt dat zo bij elkaar in. Dus wil je aangrenzend weer verder kleuren, dan moet je even zorgen dat je alles droog hebt. Zo. Nou, ik probeer het eerst, maar ik denk dat die te licht is. Oh, valt ook nog mee. Oké. Dan is dat crack pistachio wat ik nu gebruik. Gelukkig maar dat die scherper leek. Zo. Nou ja, het is een beetje een saai werkje voor jullie om naar te kijken, maar het hoort erbij. Zo, klein beetje nog. Nou, de snavel die ga ik ook nog maar een kleurtje aan spenderen. Zo. Snavel hoort oranje te zijn. Weet niet waarom. Mas gevoel. Zo. Nou, doen we het sterretje ook oranje. En die ook. En dan nog een kleurtje. Er moet nog eentje bij. Ik denk dat ik voor Mermaid Lagoon ga. Lekker een knalblauwe kleur. So.
Ik ga straks denk ik nog even aan de slag met de nieuwste kleur van Distress, de Uncharted Marine. Ik had nooit door dat er een nieuwe kleur uitkwam, dus gisteren zag ik het. Ik denk, oh, ga ook bestellen, want dat lijkt me wel een hele gave kleur. Nou, dat is het ook. Die kleur blauw was er nog niet. Knap, hè, hoe ze dat toch iedere keer weer een nieuwe kleur erbij verzinnen. Van de zoveelste kleur blauw of paars, roze. Zo. Zijn er al mensen op vakantie die hun spulletjes mee hebben? Of ga je echt lekker zonder knusselspullen pas? Ik heb dit jaar niks meegenomen en vond het best lekker. Eindelijk kwam ik aan lezen toe. Dat is ook een grote hobby. Alleen het gaat niet samen, dat is een beetje jammer. Nou, de pinguïn is gekleurd. Ach, pinguïn. Nee, ik weet niet wat het is, maar hij is wel leuk en lief. Oh, dat klopt. We wonen aan de weg met waar ze 60 mogen. Maar ze rijden er allemaal 80 en s'avonds 100, 120, zo niet hadden. Ik hoop dat het niet te veel stoort, want als ik het raam dicht doe, wordt het hier wel erg warm. In de regel is het s'avonds niet meer zo druk, maar... Nou, dan ga ik knippen. Ik laat mijn stempelafdrukjes nooit een wit randje over, vind ik niet mooi. En als die er wel is, dan maak ik hem, zwart. Maar knippen, dat geeft net als tekenen, geeft mij een soort van rust. Het is alleen niet zo goed voor mijn arm en mijn schouder. Maar dan leg je het af en toe aan de kant. Zo. Ja, dan krijg je als je op platteland woont, dan hoor je auto's. En nu zijn ze heel erg druk met... met het koren weer binnenhalen, afhalen en weet ik veel. Dus ramenwas hoef ik voorlopig ook niet doen. Ik ben daar toch al niet zo'n voorstander van. Dat is niet mijn allergrootste hobby, maar in de zomer is dat hier eigenlijk geen... niet te doen. Nou, ik... ik amputeer zijn pootjes, die stempel ik wel gewoon op papier en dan plak ik deze erover. Zo kun je dat doen. Normaal ben ik van de pootjes en de voelsprietjes en weet ik veel. Maar deze zijn echt te dun in verhouding met het vogeltje, dus dat doen we anders. Nou, die is uitgeknipt en nou zie je nog af en toe wat randjes. En wat ik dan meestal doe, dan heb ik zo'n dauwertje in de buurt en dan pak ik mijn zwarte stazon. Je kunt het ook gewoon met distressing doen, backsuit. Maar ik ga even de randjes, zie je?
dan krijgt zelfs het vogeltje ook een beetje diepte, doordat je die rand wat aandikt. En pas ziet er straks gewoon beter bij. Dat is het vogeltje. En nou zei ik van, dan stempel ik die nog een keer. Dat gaan we doen. Die aan de kant. Vogeltje. Nou, dat is makkelijk, want de bloem staat er al. En of ik er nou overheen stempel of niet, dat maakt niet uit. Dus nu kan ik gewoon kijken waar ik het vogeltje wil. En die wil ik hier. Dus die stempel ik. Hij maakt het vogeltje niet helemaal uit, maar zo. Is het niet zo scherp? Deze is niet zo scherp geworden als de bloem. Dat klopt deze keer wel. Maar dat maakt niet uit. Want ik plak die erop. En hij heeft weer pootjes. Maar ik wil eerst nog even wat achtergrondstempeltjes. En dat doe ik. Een paar met sazon. Gewoon daar. En daar. En we doen hier nog eentje. En hier nog een klein stukje. Nou. En eens even kijken. Ik heb natuurlijk nog meer. We zijn niet voor één gat te vangen. Maar ik heb ook nog deze set. En daar zitten ook nog twee leuke achtergrondstempeltjes op. Dus ik wou deze gaan gebruiken. En dan doe ik dat. Even zien. Die eraf. En die erop. En dan ga ik dat met peacock feathers doen. En dan wil ik even zien. Of dat mooi uitkomt. In elk geval hier. Zo. En dan moet het hier ook lukken. Ja. En doen we daar een stukje. Nou. Op zich zie je het bijna niet. En toch geeft het net iets extra's. En wat dan nog het allerleukste is, ik ben nou toch lekker aan het knoeien. Spuit je wat water in je hand. Je kunt het ook met een kwastje doen. Maar ik mag graag blij zijn. Nou, is nog niet genoeg, moet veel meer op. Zo. Dat was mijn blijheid voor vandaag weer. En dan laat ik het even indrogen. En dan met je keukenrol eroverheen. Nou, dan kun je al zien hoeveel spetters of dat er gemaakt zijn. Dus, hups, die eraf. En als je dat dan een beetje nadroogt. Hier kun je een hele grote vlek zien. Nou, dat maakt het wel hier wat kleiner. Eigenlijk is het allemaal wel gespetterd, maar daar wordt hij net een beetje speelser van. Ga ik dan nog even met mijn inkpad om de rand heen. En als je dit ook doet en je durft, dan kun je hem ook wat schuiner houden. Deze zo een beetje schuin en zo een beetje schuin. En dan krijg je een iets dikkere streep. Zie je? Dan doe je het op deze manier. Het hoeft niet over de hele linie, zeg maar gewoon her en der. Hey Bowie. Kijk, nu zie je er even weer. Hey. En dan heb je een spannend kaartje. Deze gaan we opplakken.
Daar heb ik de tape voor. Staat niet in de Facebook Live, bedenk ik me net. Maar die vind je bij lijm en dergelijke. Als jullie echt de link willen, dan stuur ik, dan zet ik daar straks nog even een link bij in. Twee stukjes is genoeg. Ja, ik had ook een rommelbakje naast me staan. Misschien is dat beter, Monique. Dan hou je wat meer ruimte. Ja. De vogel plak ik op. Goed kijken. Nou. Hij valt mooi op. Er moet er nog één ding gebeuren. Moet even kijken. Pas op, Bowie. Dan is het gewoon leuk om wat stipjes op die bloemetjes te zetten. En daar is dit bloemetje zo leuk voor. En daarom maakt het ook niet uit mocht die niet helemaal scherp zijn. Want dat verwerk je dan weer met je, of verberg je weer met je stipjes. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Moet je wel uitkijken dat je niet in één keer een hele dikke kladder krijgt. Dan kun je weer helemaal overnieuw beginnen. Of je plakt een passegel overheen. Kan ook nog. Die even weg. Zo, nou en dan, je kunt nog veel meer verzinnen, maar ik heb me voorgenomen om iets rustigere kaartjes te maken. Dus dan gaan we dat ook doen vandaag. Gewoon een mooie witte achtergrond. Normaal zou ik hem nog matten, maar vind ik eigenlijk jammer. Daarom heb ik die zwarte rand er sowieso al om gedaan. Dan hoef je hem niet meer matten. Oh. De hond gaat precies langs mijn stoel liggen en ik heb een stoel met wieltjes. Dus als ik ga rijden met mijn stoel, dan ben ik bang dat er wat haar tussen komt. Ik heb een Frieses daarbij. En die hebben we gekregen toen hij 3 was. Hij moest weg omdat de mensen bang waren dat hij hun kindje wat aan zou doen. Nou, ik ben bang dat dat een smoes was. Want het is de allerliefste hond die ik me maar bedenken kan. En blij met alles en iedereen. Heel jammer om dan je hond zo weg te doen. Maar dat heeft niks. Ik heb een hele lieve hond voor wie er geen puppy ellende gaat. Hij was 3 toen hij bij ons kwam. Dus dat scheelt ook weer. En ze noemen een stabij ook wel eens een stablijhond of een sta mij bijhond. Nou, hij doet het alle twee, dus heerlijk beest. En nou kletst ik te veel, want mijn wit was nog niet droog. Dus daar doe ik nog weer wat overheen. Er komt nog een tekst op, maar ik laat hem even drogen. En dan ga ik even met de Distress, de Uncharted Marine aan de gang. Laat ik jullie die even zien. En misschien maak ik er nog een kaartje mee. We hebben nog even tijd. Klopt, sommige mensen zouden geen hondjes moeten nemen. Maar dankzij de corona zijn er toch heel wat hondjes weer terug het asiel in beland. Even zien, ik leg die even onder een zware steen. Even een beetje ruimte maken. Zo, deksel op de lijm. Altijd handig. En dan laat ik jullie deze twee zien.
De Distress Oxides. Even zien, we hebben ze nou weer gelaten. Oho. Maakt niet uit. Ik ben echt geheel. Ik begin met de oxides. Ik zal jullie het zo laten zien. Lekker veel. En dit is echt de kleur die er nog niet was. Je zou toch zeggen dat ze onderhand alle kleuren wel hebben. Maar iedere keer komt daar weer een tint bij die nog weer mooier is dan de andere. Maar kijk eens hoe die mooi loopt. Deze kun je heel mooi combineren met de peacock feathers. Dat zal ik jullie laten zien. Och, de derde eigenaar al, Sylvia. Dat is toch ook triest. Ik ben bang voor katten, maar eigenlijk zouden we hier wel katten kunnen gebruiken, want stroop of koren is er nou af. Dus we hebben al die muizen naar de huizen toe. Ik weet niet wat het geval is, maar we hebben hier één muis die is heel hardnekkig. Tenminste, ik denk dat het dezelfde is. Misschien is het wel niet eens dezelfde, maar... Zo. Maar die liep, heb ik volgens mij al verteld, liep over mijn hoofdkussen heen. Nou, dat moet je niet gaan doen. Dan ben je aan het verkeerde adres. Je zal niet gauw op de bank springen om een muis. Maar wel als je over mijn hoofdkussen heen loopt. Dus dan is een kat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, die hebben we niet. Even zien, een stukje keukenrol. Zo. Dus dat is de Uncharted Mariner. Die namen ook die ze ervoor verzinnen. Ik vind het knap. Zo, die is droog. Dan pak ik deze erbij. De peacock feather. En dat is een super leuke mooie combinatie. Kijk nou. Daar krijg je toch ook weer een zeegevoel van. Die vind ik ook weer droog. Beetje. Zo. En dan zie je dat wax, of dat krijt, zie je nou al gewoon mooi lopen. Kun je een beetje sturen met je heat-tool. Zo. Duurt lang. Duurt altijd lang. Nou, ik had zo een proefpapiertje gepakt, maar even zien. Dat is nou een mooie kleur. Die trekken we er nog bij. En dan gaat deze hier erop.
Zo. Ik vind hem nog een keer weer droog. En dan ga ik er een stempel op zetten. Zo. Dat is dan de combinatie Peacock Feathers en de Uncharted Marine. Dat vind ik dus echt een hele gave combi. Ik had er meer voorbeeldjes van. En die liggen hier ook. Oh, echt. Ik verlies mijn hoofd nog een keer. Ja, ik heb ze. Even zien. Vogeltje. Deze, die is met Rusty Hinge. Nee, Carved Pumpkin. En dit is dan dezelfde, denk ik. Deze is met lipstick. Even zien. Hoe hadden we die ook nog maar weer gezien? Dat is deze combinatie. Dan krijg je een beetje een paarse gloed, blauw en roze. En deze, die is ook gaaf. Daar heb ik iets beter mijn best op gedaan. Maar soms als het... Je krijgt ook niet altijd hetzelfde resultaat. Zo is het ook nog. Even zien. Nou ja, hier ben ik helemaal een beetje fel en wild geworden, geloof ik. Die leg ik eerst nog aan de kant. Dat komt nog wel een keer. En nou wilde ik van deze ook nog laten zien. Bij mijn vorige live, toen zei er iemand van, dan moet je er van dat plakfolie achter doen. Voor de dunne standjes, voor deze. Nou, dat was een kawaii. Het wordt best dik, maar uiteindelijk is het gelukt en kan ik er wat van afknippen. Zo. Ik ben van knippen. Weet zeker dat het goed gaat. Nu knip ik het randje eraf, of knip ik deze eraf, en die ga ik hierop plakken. Ik moet hem alleen op maat snijden, anders kan ik er straks helemaal niks mee. Er zit een scheve rand aan, dus dat doen we nog even. Dat is recht. Dan doen we 13. Zo. Dan kan ik er net iets meer mee. Dan pak ik deze. Daar zit nu de tape achter. En die plak ik hier neer. Zo. Bij deze heb ik het net andersom gedaan. Je hebt ook namelijk een stempel. Ik heb hier de tape stempel. Sorry, Bowie. Sorry. Dit is de stempel van het gaas. Die zit hierop. Toen heb ik van de stans van deze, hou je deze dingetjes over. En die heb ik hier zo ingeplakt. Dus je hoeft dit niet weg te gooien, maar je kunt het weer in combinatie gebruiken met deze. En dan krijg je dit idee. Ik vond het wel gaaf. Dus je kunt in principe alles afgebruiken. Nou, dan heb ik deze. En je kunt ook zeggen, ik plak hier er nog weer een paar van in. Maar, dat hoeft dan ook weer niet. En wat gaan we hierop doen? Ik ga hier, denk ik,
Ja, ik doe deze bloem erop en dan ga ik hem uit. Ga ik hem bleken. Kijken wat de gloor doet met de Uncharted Marine. Waarschijnlijk tijd het kaartje nu niet af, omdat het wat langer duurt. Maar dan laat ik morgen het resultaat zien van deze. Of zondag. Pin me er niet op vast. Als het mooi weer is, dan ga ik nog lekker even weg. Nou, die stempelt heel fijn af. Maar van dichtbij kun je zien dat die scherp is. Dan pak ik chloor. Dat is lang geleden dat ik dat heb gebruikt. En een heel klein penseeltje. Dan moet je dus nooit met je waterbrush doen, want die gaat echt finaal helemaal kapot. Dat is zonde natuurlijk, daar zijn ze te duur voor. Ik leg weer in een van mijn vakjes een drup chloor. Dan ruikt het hier toch nog een beetje fris in huis. Oh, die is veel te groot. Even veel te groot. Deze. Ja. Klein drupje. Ervoor zorgen dat je hem goed even afschudt. Dat kan heel mooi zijn. Maar als je hier een draad van meeneemt, dan krijg je dus een soort spinnenweb. Op zich hoeft dat helemaal niet verkeerd te zijn. Maar ik ga deze keer niet uitproberen. Wat ik wel uit ga proberen is hoe dat het blauw bleekt onder het chloor. Wat voor kleur of daar onderweg komt. En je moet vaak geduld hebben. Soms dan duurt het wat langer. Niet meer chloor erover gaan doen. Komt wel. Maar blauw is natuurlijk niet zo'n handige kleur. Fijne avond, Sylvia. Leuk dat je er was. Nou, kijk. Hij bleek. Hij wordt eigenlijk een beetje de peacock feather kleur. En wat ik dan leuk vind om te doen, dan laat ik hem nacht liggen, dat hij goed uitdroogt. Je kunt hem ook heel goed met de heat tool eroverheen gaan, maar ik kan nou ook zeggen, ik wacht tot morgen en dan kleur ik hem weer opnieuw in, maar dan met een andere kleur. Dat kan ook. En als je hem goed hebt laten drogen, dan is de chloor ook weg, verdampt of iets. En dan kun je zo... Bijvoorbeeld met geel, met roze, je kunt er met alle kleuren weer overheen. Zie je, die duren wat langer, maar die komt ook, net als hier. Ja, en wat je kunt doen is, je stempelt hem nog een keer op een andere kaart, als je niet met chloor of met water wilt bleken. En dan kleur je die in op een andere manier, net als ik net gedaan heb met de vogel. En dan plak je die erop. Kan ook heel leuk zijn. Is ook heel leuk. Zo is het ook nog. Zo. Nou, de ramen staan open gelukkig, dus ik vergas hier niet. Nou, zo heb ik de hele bloem gebleekt. Ja, het duurt gewoon eventjes, maar hij wordt steeds, en misschien is hij straks wel zo mooi gebleekt dat er helemaal geen kleur meer op hoeft, maar dat ga ik nog even zien. Het steeltje is lastig om binnen de lijntjes te blijven, maar dat is wel het mooiste. Ik
Zo, verder ga ik niet. Dat bleek ook nog. Nou, dit blijft mooi vastzitten. Dus goede tip van de vorige keer. Ik denk niet aan zulke dingen. Ik zit gewoon met lijm te priegelen. Gloor direct even weer opruimen. Anders heb je straks de verf in je kleren of inkt. Dat gaat er wel weer uit. Maar gloor, je gaat er ook uit. Maar de rest ook. Dat is niet zo handig. Je kunt natuurlijk een stempel combineren met een plaatje. Dus dan moet ik allemaal nog even zien wat ik daarmee ga doen. En dan ga ik daar straks mee verder. Of misschien morgen. En ik laat jullie het eindresultaat dit weekend zien. Ik vond het leuk dat jullie er allemaal weer bij waren. Ik hoop dat jullie weer iets hebben opgestoken. Of gewoon leuk een klein uurtje hebben zitten kijken. En dan zien we elkaar gauw weer. Dankjewel voor jullie bezoekje. Doei doei.